Bij Excelsior AZ gaan de gedachten al snel uit naar die dramatische kampioenswedstrijd uit 2007. Maar er liggen ook leuke herinneringen in Kralingen. Wat dacht je van deze heerlijke overwinning uit 2015? Met een schitterende goal van Aaron Johansson. Berghuis scoorde zo vorige week in de thuiswedstrijd tegen NAC. Kon hij ook naar binnen komen hier. Allemaal in de goal van Aaron Johansson. AZ doet vooralsnog wat het moet doen op deze middag. En dat is namelijk het doelpunt maken. Het is 0-2. Kassa voor AZ. Nu is het Berghuis die scoort. Zo zeg, dat gaat snel. Gouwleeuw, dit is de tegenstoot. En Dekkers twijfelt. Hendriksen terughalen, goed leggen en scoren. Van richting veranderd. 0-3. Kassa voor AZ. Dos Santos, daar is 1-4. Johansson, mooie goal. In 2002 was er een hoofdrol voor Robin Nelissen. De geboren Rotterdammer was bij beide goals van AZ betrokken. Richting Nelissen, controle Nelissen. Schot van Galen. En doelpunt van Galen. Hele knappe actie van Robin Nelissen. Prima controle en goed afgelegd op Van Galen. Nelissen. Je ziet er alles dat AZ meer ervaring heeft, meer routine. Wat doet Nelissen? Die scoort en dat doet hij heel knap. 0-2. AZ is al 11 uitwedstrijden op rij ongeslagen. Hopelijk maken John van der Brom en zijn mannen daar zaterdag 12 keer van.